rustig. En dit is die outfit van... Ik ga even snel naar de winkel. Welkom bij Koken met Vonneke. Dit was onze telefoon. De jeugd van nu gaat niet begrijpen. Nou, waar is eindelijk... Jongens, het is toch al gek om te beseffen dat Eden al 5 maanden is. Hoe snel gaat de tijd? Kijk hem hier zitten. Hey, jongens, ik ben met de supersterren van de Tata's. Nee, helemaal. Hallo jongens en welkom bij een nieuwe vloggie. Ik ben nu even mijn, draagzak even aan het checken. Maar ieder vindt het alleen leuk als hij kan kijken. Ja, jij vindt het alleen leuk als je kan kijken, hè? Nou, in ieder geval... Ik ben dus achtergekomen dat Eden een courgette lekker vindt. Dus, ga even een courgette hapje voor hem maken. En schatje, een courgette eetje. Ja, schatje. Zo, die armen. Nou, zo mag het wel, hoor. Zo vindt hij alles goed. Nu is hij aan het huilen omdat hij niet kan zien. Ik ben net wakker en ik heb straks mijn 6 dagen Arabische les. Ik ben nog even snel mijn huiswerk aan het leren, net wakker. Zoals er boek tussen mijn ogen zit, I'm sorry. Nou, dit ben ik dus aan het leren. Het alfabet. Ik vind het dus echt moeilijk. Kijk, deze begrijp ik sowieso alleen als die verandert. Zeg maar, in het Arabische alfabet heb je dus... 3 anderen die je ook nog eens moet leren, omdat de vorm dus kan veranderen. En dit begrijp ik wel. Alleen in een zin, dan denk ik echt, the fuck. Dus ik ben even mijn woordje aan het leren. En zo meteen over een half uurtje heb ik mijn les. Ik ga eventjes een theetje maken. Heb ik voor de rest vandaag eigenlijk geen planning. Dus ik denk dat ik maar een beetje het huis ga opruimen. Weet je wel, de standaard zaakjes. Goed, ben je nog gelukkig met leren? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Goed zo, ziet er goed uit. Nou, ik zeg je eerlijk, die soera vind ik zo moeilijk. Ik weet niet wat het is, zeg maar, die andere soera's die zijn echt kapot lang, maar... Omdat die zeg maar gewoon doorgaat, vind ik het makkelijk om te onthouden. Maar deze is zeg maar zo lang komt er gewoon niet in. Wat betekent alam? Wereld. Bakaru. Koe. Khubzun. Brood. Yedun. Nieuws. Yedun. Hand. Naiba. Ja. Wat betekent jij dan ook alweer? Hoe? Jij doen. Hand. Nou, vandaag ben ik vrij. Als je goed luistert, kan je al horen hoe het eraan toe gaat. Of een andere stap, hoor. Het is erbij. Wat voor geluid maakt erbij? Bzzz. Bzzz. Dit is de kikker. En die doet... Brakak. 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 We gaan naar de volgende. Een giraf. Ja, wat voor geluid maakt een giraf? Dat weet ik even niet hoor. En dit is een paard. En die doet... De volgende bladzijde. Oké, doe je zo. Oh, we gaan even een hond. En een nijlpaard. Ja, ik weet niet of het geluid een nijlpaard maakt, dat weet ik even. Een olifant, die heeft een lange slurf en doet... En dit is schapie. Schapie. Ik ben een schaap. Ja, Jonathan. Die doet... Vind je dat zo grappig? Die doet... Bäh.
panda. En dit is een koe. En wat doet de koe? De koe die doet... Ja. Goed kijken, hè? Goed onthouden. Komt op je toets. En dit is de slak. En de slak die is heel traag. Die is heel traag. En dit is een vogel. Die doet chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Dit is een beer. Dit is een hele lieve beer. Maar een stoute beer die doet raar. 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 En dit is een mol. En die leeft onder de grond. Dus die zien wij niet. Nee, die zien wij niet. Nou, veel mensen zeggen dat dit mama is. Een varken. Een varken, ja, zeggen mensen dat mama een varken is. Door mijn ronde neusgaten. Kijk, een varken heeft ook hele ronde neusgaten. En jij hebt papa's neus, hè? Ja. Nu gaan we maar weer even spelen. We gaan even een theetje drinken, hoor. Ga maar even jezelf vermaken. Mama is moe. Hey! Nou, ik heb dus ook dit ding. Maar hij is nog veel te klein. Ja, het is onder 6 maanden. Maar hij vindt het wel echt leuk. Dus ik kan hem nu maar even inzetten. Gisteren ging ik hem erin zetten. En toen ging hij echt alleen maar lachen, 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 hè. Zitten. Hier het voetje. Hey, pas op, hè. Ga maar goed, goed zitten. Je moet batterijen. Mijn mama is veel te laat met de zon te lopen. Kom maar. Oh, lekker kwijl, hè. Ga maar lekker kwijlen, alles onder. Goed zo, jongen. Ga maar kijken naar die visjes. Ga ze maar pakken. Pak ze maar allemaal. Allemaal. Ja, jongens, wat een gezelligheid. Wat een feest hier. En dat allemaal voor zo'n kleine baby. Nu besef ik echt dat ik mezelf laat gaan met allemaal aankopen. Misschien moet ik wat meer voor mezelf halen. Kijk hoe ik eruit zie, joh. Hey, jongens. Het is ochtend. En dit is die outfit van, ik ga even snel naar de winkel. Wil je toch pruik niet geplakt? Even snel een petje op. Het is vandaag zondag. En gisteren heb ik grotendeels het huis opgeruimd. Vandaag heb ik echt zin om te koken. Dus ik ga even kijken wat ik ga maken vandaag. Is dat zo? Oh, dan ben je opeens wel wakker, hè? Ik begin zitten in een diepe slaap. Zin om te koken, dat gebeurt niet vaak, hè? Nee, ik ga iets maken waar je al heel lang zin in hebt. Wauw, en dat is? Andijvie stamppot. Wauw, dat is zin. Ja. Nou, nu je toch wakker bent, wat wil je ontbijten? Zo. Ja, het duurt me te lang, laat maar. Wentelteefjes. Oké, is goed. Nou, jongens, jullie horen het. Ik ga weer naar de winkel. Zo, ik ben nu even... in de keuken. Ik ben tot tevens aan het maken voor mijn man. Ik moet echt even een betere pan fixen. Want hier blijft alles zo aan de bodem vastplakken. Dat is zo irritant. Wat? Gewoon met eten. Ja toch. Gebakjes halen. Ja. Toch wel lekker. Voor je. En welk cijfer krijgen de wend tot tevens? 8. Waarom geen 9? We moeten een doel hebben om te streven naar perfectie. Jeetje, dat is nog weer verantwoord. Nee, 8,5. Nou, daar kan ik mee leven. Nog ieder? Ja, een 8. Nou jongens, daar ben ik dan. Stamppot andijvie vandaag staat op de play. Maar ik kan wel gewoon mijn eigen manier maken, hoor. Want het is eerlijk. Ik eet dat nooit. Dus ik
gooi er gewoon wel gewoon een paar dingen bij, weet je toch? Nou, ik heb echt deze paar seconden zoveel gepraat, maar letterlijk niks gezegd. Nou, in ieder geval, ik doe er gewoon een paar extra dingetjes bij. Extra kruiden, want je weet maar nooit, hè? Ik zeg je eerlijk. Nou, ik weet gewoon echt niet wat ik aan het doen ben en aan te gewen. Negeer maar hoor. Ik ga jullie zo even laten zien hoe deze mixer uitziet. Kijk hoe gezellig mijn gehaktballenmixer uitziet. Ik ga nu alles kneden. Dan mijn gehaktballetjes maken. Het ruikt ook echt kapot lekker. En ik eet niet eens gehakt. Welkom bij Koken met Vonneke. Nou, ik ga het nu mixen. Ik heb nu mijn handen gewassen. Maar ik vind het altijd vies om te mixen. Want, maar ja. Het ruikt in ieder geval wel lekker. Nou, ik laat jullie zo wat die entries al zien, want ik heb echt bijna al nodig. Guess what? Iedereen heeft net mij gekotst. Maar het maakt me niks uit. Mama gaat nu jou eten. Nee, niet je slaapzak opeten. Oh mijn god, dit kind wordt zo druk. Kijk dit. Wat is dit? Gekke trappen van je karate trappen. Mama gaat je slaapzakje aandoen. Slaapzakje. Nee? Ja. Wow, joh. Mijn camera is niet meer veilig hier, hoor. Kijk deze trappen. Maar rustig, vriend. We gaan jouw slaapzak aan doen, kom maar. Wat? Google. Hey, je bent alleen maar aan het praten deze dagen, hè? Dit is toch niet normaal, dit? Nou, de karate kid zit in zijn slaapzak, hoor. Maar die beentjes blijven doortrappen. Klaar voor bed? Klaar voor clubbed? Wat is dat? Ga niet op mijn spugen weer, hè? Oh. Ah. Hello, jongens. Het is... Perfect op tijd, Vonneke. Maandagochtend en ik heb nu een online meeting. Hallo, goedemorgen. Ik zie ineens, jij start gewoon de meeting. Je bent sneller dan ons bij elkaar. Ja, het is ook voor het eerst, hè? Goed. Heb jij een lekker weekend gehad, vrouw? Jullie, wat heb ik gedaan eigenlijk? Gisteren was je chefkok, zag ik op store. Elke dag voor mijn man. Gisteren had ik... Wij zagen er heel lekker uit. Thank you. Thank you. Was hij nog lief na de show? Was hij voor helemaal moe of ging hij slapen? Of, Weet je dat ik dat gewoon niet eens meer weet? Hey jongens, daar zijn we weer op werk. En eindelijk, ik heb hem stiekem toch wel gemist. Is hij er weer hoor? Toch wel gemist. Toch wel. Ik heb jou ook gemist. En ik heb hier zoiets. Voor de mensen die in. Voor all our 90s babies. Kijk hier. Dit was onze telefoon. De jeugd van nu gaat niet begrijpen wat die struggle is om Snake in het donker te spelen. Want je ziet geen moer, hè? En laten we even naar de geluidjes gaan. Ik wist nog dat ik had een hele keuzestress. Oh, dat was hem. Ja, de ringtoon van vroeger. Zo. Klinkt wel als een tikkende tijdbom, joh. Hij is er weer! Wat ja. Heb ik jou gemist? Ja, weet ik. Ik had tegen luisteraar. Oh. Laat het niet lijken. Ik heb jou ook gemist.
Ik weet het. Je hebt me zelfs geappt dat je me hebt gemist. Ik heb niet geslapen of gegeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. Hallo jongens. Het is vandaag dinsdag. En na werk is de première van de Tata's. Dus ik dacht, laat me even een beetje moeite doen om er goed uit te zien vandaag. Ik heb alleen nog geen idee wat ik ga doen met mijn haar. Ik heb mijn hele pruik aan de achterkant kapot. Oh, precies vandaag ook weer. Nou, in ieder geval. Even. Het is altijd gek om te zeggen bij een pruik mijn haar. Maar ik heb mijn haar even uitgekapt. Ik zit te twijfelen tussen een middenschijning. Maar ik denk met krullen voel ik een zijschijning toch gewoon weer. En ik moet nog even water en product in mijn haar doen. Dus let daar niet op. En er is één ding wat ik dus echt totaal niet kan. En dat zijn edges. Ik ben er zo vreselijk slecht in. Maar ik ga het vandaag wel proberen. Want met krullen is zijn edges toch wel wat mooier. Nou, mijn haar is eindelijk intact. Ik heb een beetje product erin gedaan. Ik hoop dat het een beetje mooi blijft. Ik ga die mousse wel meenemen. Want je weet maar nooit wat op een avond kan gebeuren. Zo dus ontploft mijn haar. En ik ga nu dan even mijn make-up doen. En dan is het alweer tijd om naar werk te gaan. Ik heb nog helemaal geniet. Ik heb ook nog helemaal niet ontbeten. Het is al 11:30. Maar gelukkig heb ik die prep maaltijden. Even kijken naar de uiteindes. De uiteindes zijn heel belangrijk, girls. Sweet girls. Als die niet mooi zitten en dan opdrogen, dan lijkt het echt alsof je je haar niet verzorgd hebt. Nou, oh ja, de edges. It's not. Het zijn niet de beste edges die ik ooit in mijn leven heb gehad, maar ik kan er mee door. En als laatste nog een beetje silk gel. Deze is echt nice, die heb ik dus in zo'n goodiebag gekregen van Friends of the Brand. En het is een beetje een waterige olie, maar je haar blijft echt shiny erdoor. En het ruikt ook echt lekker. Jongens, het is toch al gek om te beseffen dat Eden al 5 maanden is. Hoe snel gaat de tijd? Kijk hem hier zitten. Terwijl ik vorige week nog een vlog had gemaakt dat ik zwanger was. Vorige week? Ja, vorige week. En nu kan hij al gewoon bijna zelfstandig zitten. En hij brabbelt heel veel. En hij houdt zijn voetjes al vast. En volgende maand is hij gewoon 6 maanden. Dan is hij gewoon een half jaar. Dan krijg je andere voeding. En dan gaan we andere hapjes. Nou, dit is mijn look voor de première. Ik moet alleen nog eventjes wimpers opplakken. Ik heb wel een andere outfit aan, maar ik wist niet zeker of iedereen om me zou kotsen straks of niet. Dus ik heb even mijn abaya omgedraaid aan, die toch in de was moest. En dit is Eden's fit of today. Een tuinpakje met een sweatertje. Wat? Wel. Nou, ik ben op werk. Ik had mijn outfit nog niet laten zien. Dit is mijn outfit. Ik heb gewoon een basic soort of flare pants. Een blazer en een topje. That's it. Ik heb nu even mijn UX aan. Maar ik ga straks denk ik wel hakken aan doen. Ligt een beetje aan hoe ik me straks voel. Misschien ga ik gewoon met mijn UX daar naartoe. Ja. Nou, ik heb nu een showtje met Nordin. Nordin zou eigenlijk meegaan naar de première. Maar hij voelt zich niet zo lekker. Dus helaas. Helaas pindakaas gaat hij niet mee vandaag. Hij in mijn greep. Nou, daar zijn we dan. Het is al zo'n mooie Amsterdam. We lopen naar Tuschinski. Vonnek.
aankomen. Ewa. Hoe is hij nou? Ja, goed met jou. Hoe gaat het? Ik ga naar Tuzinski, man. Jij? Waar? Tuzinski. Tuzinski? Wat is dat? Die bioscoop. Ben je nu ook aan het vloggen? Ja. Ja. Jij doet alles, hè, jij? Ik doe alles tegelijkertijd. Nou, er staan ze, hoor, de pers. Volgens mij nog op tijd. Ik zie niemand staan daar. De dure stel. 6 brakjes. Echt niet? Waar heb je die vandaan? Dat is gewoon rustig van de... Almere. Zara. Almere. Nou, ik klop je gewoon weer. Kijk jongens, ik ben met de supersterren van de Tata's. Nee, helemaal niet. Jawel, hè? Zomer ga je niet. Nee, zomer, kijk hier. Hé, hey, wacht wat. Oh, je filmt me. Welkom bij een nieuwe vlog van Vonneke. Ja, Bonneke, Lonneke, die ons niet uitnodigt bij Fanny. We moeten er alleen Luister. Horen via de radio. Radio. Ik wou je uitnodigen, maar deze man zit zomaar in Dubai heel de dag. Ja, ja. Eerlijk, wat vind je van die Hij is kijk hier, man. Ja, maar ik heb hier door elkaar gebeld worden. Ah, oh, outfit, hè? Wat zijn die kleuren nu tegen? Wegenstyle. Ja, man. Die bril maakt echt wat. Hey, hebben we er zin in? Yeah. Hey, niet maken, niet maken. Heel traag, hè? Hebben we zin in? Hey, hey. Nog een keertje harder. Ja. Hey. Hebben we er zin in? Yeah. Oké dan. Come on, hype man, hype man. Ik ben heel gaaf, heb je er nog steeds bij leeg? 120ste minuut, hey. Ja, het blijft wel raar, toch dit? Iedereen die doet opeens fake, zelfs makker en de buff. Hey jongens, het is alweer de volgende dag. Nou, gisteren was de première van de Tata's, het was echt super druk. De reacties waren echt super leuk. Kijk eens aan, mommy to be. En zit de papa. Hoi, ik ben Griffin. Zijn pull-out game is kapot, doe ik. Ja, klopt. Ben binnen 10 seconden papa geworden. En ik heb een beetje social anxiety gekregen. Dus ik was wel weer snel weg. Ik weet niet, sinds ik zeg maar na mijn bevalling en zo heb ik echt gewoon social anxiety gekregen. Dus op plekken waar veel mensen zijn, ja, ik kan niet heel lang er blijven of zo. Terwijl vroeger vond ik dat wel altijd heel leuk. Maar ja, hè, we worden ouder. Ik merk echt dat ik echt een beetje aard word, hoor. Met dit soort dingen. Dat gaan we nu klaarmaken. Weer naar werk. We waren om 12 uur thuis. En Ida werd om 4 uur wakker. Oh my god. Dus ik heb niet echt lekker geslapen. Maar ik voel me wel energiek. En ik heb trouwens toepies aan. Van Robin. Gifts by Alesa. Of is het gewoon Alesa? Maar het is gewoon Alesa. En hij zit echt lekker, hoor. Hi, guys. Hi. We zijn weer op werk. Nee, afblijven. Afblijven. Doe normaal. Geef. Is die van mij. Zonder video. Blijf af. Nooit in. Het is weer gezellig, zoals altijd. Oh. Luister, hij heeft me al geschreeuwd om deze bril. Ja? Ja. Kom niet aan spullen van haar liefje. Je zit echt in mijn aura. Ga eens even weg. Jongens, SFB bestaat 10 jaar en ik voel me zo oud. Dit was echt mijn emotie. Je bent niemand, een vrouwtje. Vannacht ben je single. Je oudje is fles uit de winkel. En los van jou zie ik niemand, girl. Laat me je zien losgaan. Oh, je gaat die drop houden zo weg van mij. Ja, ik ken hem niet. Ja, maar dan ga je me toch tenminste mijn refreintje even laten. Nee. Nou, ik weet niet wat voor playlist ik ben beland. Het contrast qua looks. Moet bij mij altijd echt alles of niet zijn. Bij de première zag ik er goed uit. En nu lijkt weer... Overreden door een... aangevlogen door een helikopter. Mama! Ja. Je ruikt zo lekker naar Sutton, baby. En je wordt echt zo zwaar van mijn beeld, 10 kilo of zo. Nou, ik denk dat dit de vlog was voor vandaag.
Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie dan volgende week vrijdag weer. En laat even in de comments weten wat jullie meer willen zien, wat jullie minder willen zien. Want ik heb het gevoel dat ik heel veel in de auto film en op werk. Maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Dus let me know. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer hier op dezelfde plek. Laters!